Hebben jullie hem gelezen? Over het stikstofjaartal. Dat 2030. Nou. En dat staat dan gewoon zo in de krant even. Een berichtje van. VVD en D66. Die laten het even los. Die zien er eigenlijk vanaf. Van de 2030. Ah, ik bedoel, dat zakt mijn broek zo keihard vanaf. Ja, niet tot mijn knieën, nee. Woep, in één keer rechtdoor naar mijn enkels. Ja, dit is arm gestoten, vrienden, ja. Maar dat is toch ongelooflijk? Dat kan gewoon zomaar gebeuren. Ja, oh, we zien er vanaf. Dan mag geen 2030. Zijn we vergeten gewoon wat het allemaal heeft gebracht? Dat gezanik en dat gezeur. Over de 2030. Wanhopige boeren. Heel Nederland stond in de fik. Ik bedoel, een crisis. Overal. En nu is het zo van. En toen kregen we ook nog Wopke. En Wopke zei van. Nou, wij verklaren het niet heilig, de 2030. En toen hadden we bijna een kabinetscrisis. Ja. Alleen vanwege 2030. Nou, zeg. Wat een ellende hebben die D66 en die VVD niet veroorzaakt. En die van de Wal, of van de Wallen, hoe heet ze? Die stikstofminister. Nee, we gaan het doorzetten. Kijk, want het staat zo in het regeerakkoord. En D66 ook, met die vervelende Tjeerd Groot. Weet je die nog? Hoe die liep te vervelen over die stikstof. Want wij zijn een partij van, wij doen wat we zeggen, weet je die? En die van de Wallen ook totaal niet flexibel. En die kreeg die boeren voor de deur. En nou, het was maar een gezeik toen. Nou, en nu is het gewoon van, nou ja, hey, VVD, ja nee. Nee, we laten het los. Bijna uit het partijprogramma geschreven ook. 2030, hebben we het daar ooit over gehad? Nou ja, god, moet je horen, God, hebben we dat toen gezegd? Nou ja, moet je niet altijd zo serieus nemen wat we zeggen, weet je, die. Zo'n reactie, en Jette ook, Jette zegt, ja, wat hebben wij? Jette, die neemt ook gewoon afstand van. Die zegt gewoon van, ja, wat hebben we dan bereikt de afgelopen 5 jaar? Met dat gezeur. Ja, niks, helemaal niks, nee. Hij zegt, en dat komt alleen maar, komt Jette nu mee, hè. Komt alleen maar doordat we zo bezig zijn geweest over het jaartal. Ja, hè. 2 jaar lang heb je onze kop daar gek mee gemaakt. Ja, met die 2030. En nu is het gewoon van, dat hebben we toen al gezegd. Maar ja, ach. Hè? Hey. En dan vinden ze het gek in Den Haag. Ja, dat niemand vertrouwen heeft in de politiek.